Fietsen dragen voor 4 fietsen. Beste, test en review. Direct de beste fietsen dragen voor 4 fietsen vinden en gemakkelijk het aanbod vergelijken. In deze korte video ontdek je niet alleen wat de beste fietsendragers voor 4 fietsen zijn, maar ook waar je op moet letten. Voordat we beginnen wil ik je nog het volgende zeggen. Mocht je interesse hebben in een fietsen dragen voor 4 fietsen, klik dan op het linkje in de beschrijving onder deze video voor de laagste prijs. Zo weet je zeker dat je een goede aankoop doet. Kijk snel verder en ontdek de ideale fietsendrager om je fietsen veilig mee te vervoeren. Wat is de beste fietsendrager voor 4 fietsen? 4. Thule Hang-On 4. Goedkope alternatief. De Hang-On 4 van Thule is niet in trekker dragen zoals je dat gewend bent. In feite is het ook geen fietsendrager, maar een fietsenhanger. Het beschikt namelijk over een hangsysteem. Dit geniet niet onze voorkeur omdat je fietsen simpelweg wat minder stevig vastzitten in vergelijking met de klassieke trekhaakdrager. Toch is het een prima alternatief als je wat lichtere fietsen wilt vervoeren en een goedkope fietsendrager zoekt. Houd rekening met het laadvermogen van 60 kilo. Dat betekent dus gemiddeld 15 kilo per fiets. Voor stadsfietsen en racefietsen moet dit doorgaans geen probleem zijn. Voor elektrische fietsen is de Hang-On zeker niet geschikt. 3. De EUFAB Amber 4. Ook deze fietsendrager komt erg goed uit de test. Dit model is geschikt voor iedereen die wat minder wilt besteden. Voor een wat lagere prijs heb je met de EUFAB Amber 4 ook een hele goede en betrouwbare fietsendrager. Hij kan 60 kilo dragen en weegt zelf een kleine 20 kilo. Dit model is geschikt voor maximaal 2 e-bikes. Echter kun je dan verder geen andere fietsen meer mee vervoeren. De drager is gemaakt van stevig staal, wat hem lekker robuust en veilig maakt. Ook voor diefstal hoef je niet bang te zijn, omdat deze variant is voorzien van sloten, waardoor hij altijd veilig op je auto zit. 2. De Busrag Easy 4. Met deze fietsendrager wordt 4 fietsen vervoeren wel erg gemakkelijk. Dankzij het grote gebruiksgemak en de zware maximale draaglast van 60 kilo is dit de perfecte drager als jij onbezorgd je fietsen wilt vervoeren. Het is opvouwbaar, kantelbaar en is voorzien van anti-diefstalmaatregelen. Bovendien gaat het bevestigen op je auto erg gemakkelijk. Je fietsen zet je goed vast met de extra lange ratelriemen. Je kunt bijna iedere type fiets erop vervoeren. Alleen voor e-bikes is hij niet geschikt. Het maximaal belastbare gewicht per fiets is namelijk 20 kilo. Het totaal belastbare gewicht is maximaal 60 kilo. Ondanks dat je 4 fietsen kunt vervoeren is hij niet mega groot. Weer een zorg minder bij het achteruitrijden dus. 1. De Pro User Amber 4, de beste kwaliteit. Als beste uit de test voor 4 fietsen komt de Amber 4 van Pro User. Voor een niet al te gekke prijs koop je deze veilige fietsdrager. Bijna elk soort fiets kan je erop bevestigen. Van kinderfietsen tot racefietsen. Zelfs 2 elektrische fietsen vervoeren is geen enkel probleem. De frameklemmen zijn flexibel en je kan hem op slot zetten met het meegeleverde hangslot. Verder is er de handige kantelfunctie zoals we van ProUser gewend zijn. Middels het voetpedaal aan de onderzijde kantel je deze fietsendrager weg van de achterklep, zodat je altijd bij je bagage kan. Dit kan zelfs wanneer alle 4 de fietsen erop staan. Je hoeft je geen zorgen te maken om de stekkeraansluiting. Zowel 7 als 13 polige stekkers kunnen er namelijk op aangesloten worden. Waar let ik op bij het kopen van een fietsendrager voor 4 fietsen? Is de drager wel echt geschikt voor 4 fietsen? Allereerst is het natuurlijk van belang dat de drager ook echt geschikt is om 4 fietsen mee te vervoeren. Dit is uiteraard altijd terug te vinden in de productomschrijving. Maar als dit vermeld staat, raden we je aan om hier niet direct blind op te vertrouwen. Nee, probeer kritisch naar de fietsendrager te kijken. Wat is bijvoorbeeld de maximale draaglast? En is de drager wel geschikt voor het soort fiets dat ik wil vervoeren? Wat voor soort fietsen wil ik vervoeren? Mocht jij een e-bike of mountainbike willen vervoeren, dan dien je specifiek te letten op bepaalde kenmerken van de fietsendrager. Een mountainbike heeft bijvoorbeeld bredere banden dan een normale fiets, terwijl een elektrische fiets doorgaans een stuk zwaarder is. Mocht jij elektrische fietsen willen vervoeren, dan is de maximale draaglast een groot aandachtspunt. We raden je aan om bij twijfel altijd even je vraag te stellen aan de aanbieder. Zo voorkom je namelijk onverwachte verrassingen. Kantelbaar. Een kantelbare fietsendrager kan je naar achteren kantelen op het moment dat je bij je achterklep moet zijn. Er is niet zo vervelend als bagage uit je achterklep moeten halen, terwijl er 4 fietsen in de weg zitten. Wanneer de drager echter kantelbaar is, klap je deze gemakkelijk naar achteren en creëer je ruimte voor jezelf. We kunnen je alvast vertellen dat dit zeker geen overbodige luxe is met 4 fietsen achter op je auto. Opvouwbaar en wieltjes. Veel fietsendragers kun je eenvoudig opvouwen. Doordat je ze kunt opvouwen zijn ze veel compacter en gemakkelijker mee te nemen. Dit is bijvoorbeeld ideaal als je de drager op vakantie meeneemt. Sommige fietsendragers zijn zelfs voorzien van transportwieltjes, zodat ook het verplaatsen gemakkelijker gaat. Dit was de top 4 met de beste fietsendragers voor 4 fietsen. Ik hoop dat deze informatie je heeft geholpen met jouw zoektocht. Lijkt een van deze fietsendragers voor 4 fietsen hier wel wat? Klik dan op het linkje in de beschrijving onder deze video voor de laagste prijs. Zo weet je zeker dat je een goede aankoop doet. Laat een like achter op deze video en abonneer op ons kanaal als je dit leuk vindt. Bedankt voor je tijd en ik zie je graag in de volgende video.